Afgelopen winter was ik met een paar vrienden in de opera. We hebben zo gelachen. Er was een jongen die begon te huilen omdat hij zo ontroerd werd door de muziek. Maar toen hij in de gaten kreeg dat wij zijn tranen zagen, begon hij te draaien op zijn stoel. Kreeg een ontzettend rood hoofd en wist niet hoe snel hij het theater moest verlaten. Ja. Ja. Dat was goed, zeg. Wat denk je aan? Ik weet het echt niet. Kan je niet helpen? Sophie, wat zijn het voor geheimen? Geheimen voor je eigen man. Zo geheimen? Ik weet zelf niet wat er met me aan de hand is. Vertel jezelf niet zo, Sergej. Let maar niet op die melancholie van me. Gaan we hier gauw weg? Weg? Ja. Waarom? Nou, omdat ik het wil voor mijn partner naar het buitenland. Jij wilt het, maar waarom? Het is allemaal mooi en goed hier en gezond en aangenaam. Alleen ik kan het niet verdragen. Het is allemaal mooi en goed, alleen we moeten weg. Je hebt me beloofd me niet uit te horen. Morgen zullen wij al vertrekken. Ja, jij hebt een veeltje hier, hè? Kan ik me voorstellen ook. Het is me nogal geen omgeving. Oh, Sophie! Huh? Waar komt bij jullie vrouwen toch die melancholie vandaan? Afgelopen nu, hoor. Vrolijk zijn, leef zolang je leven kan. Huh? Waarom kan jij, om met Misha te spreken, die sombere gedachten gewoon niet in de vuilnisbak gooien? Ja, waarom praat jij zo weinig met Misha? Het is niet de minste geringste, hij is ontwikkeld en heel onderhoudend. Hij zal die somberheid van jou in een handomdraai van je afnemen. Hij praat eens wat vaker met mama en Nikolai. Hij praat met ze en kijkt niet te veel van boven op zijn neer. Sophie, jij beseft nog niet wat voor mensen dat zijn. Ik kan je ze aanraden, want het zijn mensen naar mijn smaak. Ik hou van ze. En jij gaat ook van ze houden als jij ze nog beter leert kennen. Nee. Nou, zeg. Ja, het is al zoveel met me dat ik hele dagen niet meer aan mijn man denk. Zijn aanwezigheid vergeet, niet let op wat hij zegt. Ja, hij irriteert me. Ja, wat te doen? Kort geleden was ons huwelijk en nu al? Sofia? Jij hier? Zo eenzaam? Ja. Je mijt de stervelingen. Nee. Daar heb ik geen reden toe. Ik heb niks tegen ze en ze storen me ook niet. Nee? Maar als jij de mensen niet mijt, waarom mij dan wel? Ja, je ontloopt me, gaat me uit de weg, kijkt me niet aan. Wat is dat, komedie of ernst? Nou, ik ben nooit op het idee gekomen om jou uit de weg te gaan. Hoe kom je daarbij? Maar kom ik een kamer binnen, ga jij naar een andere kamer? Kom ik in de tuin? Jij uit de tuin. Ik begin een gesprek met je. Je wiepelt het af of je zegt droog en kort af ja en je vertrekt. Ben ik daar schuldig aan? Sta ik je tegen? Ik voel me absoluut niet schuldig.
bevrijd me uit deze domme situatie. Ja, goed, ik geef het toe. Ben je een beetje uit de weg gegaan, maar als ik geweten had dat je dat zo vervelend vond, dan had ik het anders aangepakt. Je bent een beetje uit de weg gegaan, maar waarom? Nee, ik ben jou niet uit de weg gegaan, maar de gesprekken met je. Ja, bijna iedere dag vertelde je me hoeveel je vroeger van me hield en ik van jou. De student beminde het kleine meisje en het kleine meisje beminde de student enzovoort. Je overschat onze vroegere relatie, Misha. Ja, dat was er hoogstens even goede bekende, meer niet. Je kijkt me op een of andere manier vreemd aan. Je achtervolgt me. Je bespioneert me. Waarom? Waarom? Wie ben ik voor je? Waarom al die aandacht? Ja, Misha. Je zou bijna denken dat je op een gunstig moment zit te wachten om je kans waar te nemen. Is dat alles? Bedankt voor je openhartigheid. Hé, hey, Misha. Ja, stop. Ja, waarom nou zoveel pretenties? Ik wil het toch niet. Dat... Ja, irriteert je niet aan mij. Jij bent bang. Jij bent laf. Ben jij laf, Sofia? Misha, hou op. Ik ben niet bang en ik zal het niet zijn ook. Waar blijft nou de kracht van dat gezonde verstand van je? Als je in iedere toevallige en nou niet direct al te banale man een gevaar ziet voor jouw Sergei. Ik kwam hier elke dag, ook toen jij er nog niet was. Ook toen jij er nog niet was. En ik heb met je gesproken omdat ik je aanzag voor een verstandige, begrijpende vrouw. Wat een intense verdorvenheid! Sorry. Excuus. Ik had niet het recht je dit te mogen zeggen. Nee, dat iedereen hier naar je luistert geeft je inderdaad ook niet het recht om alles maar te zeggen wat er in het hoofd van je opkomt. Zo er niet erop. Je wordt achtervolgd, je wordt bespioneerd, je wordt bij je arm gepakt, armstakkertje, willen ze je man van je afnemen. Platonov, de excentrieke Platonov is verliefd op je. Nou, dat is een geluk, dat is een zegen. Dat is toch suikergoed, hè, voor ons brave meisje. Zo zoet heeft geen enkele suikerbakker zo nog gebakken. Zulke fondantjes, dat is toch niks voor het ontwikkelde vrouw. Ja, waarom heeft hij dat nou allemaal gezegd? Oh. Hij heeft het alleen maar gedaan om mij uit mijn evenwicht te brengen. Nou, dat staat niet toe hoor. Ik ga het hem zeggen. Ja, wat zei je dat spullen die leuk vinden? Dat mag Joost weten. Ze moesten maar liever pokeren. Vorig jaar heb ik gepokerd in de stad. In een kroeg vol met jonge meiden. Ga je mee? Wel lachen in de stad. Hé! Hey. Hallo Ezel, hoe gaat het? Hoe staan de zaken? Alles goed? Hé, hey, oud karrepaard. Oud karrepaard. Hé. Hey. Varkenshoeden. Belachelijke vind. Godzonder belachelijk ben jij, zeg. Jezus, nou spuug dan. Spuug dan in mijn gezicht dat ik een schadelijk mens ben. Oh, jij durft niet te spugen. Jij bent bang voor mij. Op je knieën. Tegen wie praat ik? Tegen een muur of tegen een levend mens? Tegen wie praat ik? Me schamen. Me schamen omdat ik hier sta. Bevalt me een heer in avondkostuum op zijn knieën voor een rover. Zo, en nou hoera roepen en zo... Ossip, voor hoeveel zou jij Misha Platonov in elkaar willen slaan? Ja. Niet doodslaan, alleen maar verminken. Maar je moet iemand ook niet vermoorden, want moord, dat is me nogal wat verminken. En zo toetakelen dat het hem zijn leven lang zal heugen. Breek hem een paar botten, bewerk zijn gezicht met een mes en wanneer je hem in elkaar slaat, vergeet er niet te zeggen van een dankbare aanschieren. Ha 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 ha!
Vertel op, ik heb het niet helemaal precies gehoord. Niet precies gehoord, nou ja, zeg. Goed, ik zal het nog een keer zeggen. Ik zal het zelfs nog scherper formuleren, want ik ben jou er toch niet mee beneden. Nou, je bent zo gewend aan dit soort ruwheid dat we worden hier nauwelijks zullen verbazen. Vertel mijn schoonheid. Ik ben geen schoonheid, hè? Wie mijn schoonheid vindt, heeft geen smaak. Nee, eerlijk is eerlijk. Ik was toch lelijk? Nee, kom daarover later. Vertel op. Ja, luister dan. Jij bent of een buitengewoon mens. Ja. Of een schoft, een van de twee. En dat zegt ze zomaar, die kleine kind zonder kop. Nou, zeg het maar hoor. Filosofeert, houdt ze bezig met chemie en vlat er dan ook dit soort slagzinnen. Wat doe je met zo iemand? Ik zou jou wat zeggen. Dan ben je nergens meer. Kun je eens meemaken hoe slim ik ben. Wat betekent het? Je houdt van mij? Ja. Ja. En jij houdt van mij? Ja. Je houdt van mij. Anders zou je dit nooit gedaan hebben. Hou je van mij? Ik geef niet dit om je toverende schoonheid. Ik hou niet van domme uitskuikertjes. Ik hou er van één die dom is en dat is ook alleen maar omdat ik niks beters te doen heb. Zie je nou bleef? Je ogen schieten vuur. Nu laat jij je pas kennen. Jij drijft de spot met mij? Ja. En daarom ga jij mij nu een draai om horen geven. Oh, ik heb mijn trots. Ik zal mijn handen niet vuil maken. Ik heb jou daarnet al gezegd, mijn waarde meneer. Jij bent of een buitengewoon mens of een buitengewone. Schoft, ik veracht jou. Nee, ik hoef niet te huilen hoor. Ik ben heel blij dat ik er eindelijk achter ben wat jouw ware gedaante is. De kraanvogels roepen. Waar komen die nou vandaan? Zo vroeg. Mij niet te benijden. Je bent een goed iemand, Nicolai, maar die komische manier van doen van jou. Ik word soms gek van die flauwe grappen van je. En van die van jou ook, maar ik heb mijn trots.
Ik wil niet huilen. Ga maar om met die vent. Hou maar van hem, bewonder zijn spitse geest. Wees maar bang voor hem. Jullie vinden toch allemaal dat hij zo op hem net lijkt? Nou, bewonder hem dan maar rustig. Mij kan het niks schelen. Ik heb niks van je nodig, Nikolai. Maak maar grappen zolang als je zin hebt met deze. Maya, alsjeblieft, Maya! Iemand als jij, Nikolai, wat ziet hij nou in zo'n stomme kip? Het is geen domme kip, het is geen stomme gans. Een onnodig slachtoffer, dat is het. Heus, vriend, er zijn momenten. Er zijn momenten waarin de mens de lust bekruipt iemand te haten. Zijn tanden in hem te zetten en te treffen met de een of andere gemene opmerking. Waarom ook niet met haar geprobeerd? Het is een gewillig proefkonijn. Zwak, dom, naïef. Kijk je vol raar vertrouwen aan. Maar, ach, ik begrijp het ook allemaal wel. Kom maar, wat gaat drinken. Afgelopen, Nikolai. Ik heb geen zin om me nog langer te laten beledigen. Ja, dat begrijp ik. Ja, dat begrijp ik ook. Ja. Ja, maar wat kan ik daar precies aan doen? Ik kan het toch moeilijk met een knuppel op zijn kop gaan slaan en dan zelf. Ja, dat moet jij wel als je geen ander middel weet. Ja, maar ik, wat heb ik nou misdaan? Je bent een lafbek, Nikolai, dat ben je. Ga je maar weer lekker volproppen, we hebben elkaar niet meer nodig. Beste met je. Beste. Beste. Het beste. Het beste, wat krijgen we nou zeg? Ik zit wel langzaam tot hier hoor. Ik heb genoeg van. Ik heb genoeg van. Zipzap zeg. Ik kom er gewoon niet meer uit. Ik ben er gewoon een beetje duizelig van zeg. Goh. Snap jij dat nou? Ja. Nou ja, zoals mijn goede oude grootmoeder altijd zei. Vrouwen zijn vrouwen, jongen. Waar ook de wereld. Het is ook niet gegeven, Misha. Het is ons niet gegeven onze zondige vlees te veranderen, onze lust te bedwingen. Dat wist ik al toen wij op gymnasium slechte cijfers haalden voor Latijn, weet je nog? Oh, trouwens, van gymnasium gesproken. Eergisteren was ik bij een van mijn vriendinnen en daar heb ik de portretten van mensen van nu doorgebladerd en hun biografieën gelezen. En weet je wat mij opviel? Wij komen er helemaal niet in voor. Ik heb nog jou, nog mezelf gevonden in mensen van nu. En zal ik eens wat vertellen? Mij laat het koud, maar die Sofia Wonicewa, die laat het niet koud. Sofia? Wat heeft Sofia ermee te maken? Die is toch voortdurend beledigd dat ze niet de mensen van nu staat? Die verbeeldt zich toch dat ze maar haar pink hoeft op te lichten of weer daar op dat de bek open. Ja, de hele wereld verliest van vreugde zijn hoed, dat verbeeldt ze zich. In geen enkele hedendaagse streekroman kom je zoveel onnozel gewauwel tegen wat dat mensen uitkraamt. En wat is het nou eigenlijk precies, hè, die vrouw? Waarvan is ze eigenlijk gemaakt? IJs? Steen, een standbeeld, dat is het. Daarom heb ik altijd de behoefte om dat klontje gips van de neus af te krabbelen. Maar ja, laten we niet oordelen op wat we niet geoordeeld worden. Ga je wat meer drinken? Nee. Oh ja, Misha. Wat betekenen volgens jou die letters S en W daar op het doek? Voor mij betekenen die letters Salve de Geluich. Het is tenslotte zijn geld waar wij zo'n aangenaam leventje van kunnen leiden. Ga je nog mee drinken, Jan? Nee. Nee, dankjewel. Toch alleen. Wanneer komt hier een eind aan? En waarom zo gestraft worden? Iedereen is dronken. Nikolai, Misha. Ze hebben geen geweten. Dat ze zich niet schamen. Iedereen kijkt naar ze. Ik moet toekijken hoe ik met de vinger word nagewezen. Ik ga naar huis. Misha? Ik ga naar huis. Sascha. Anna. Waarom zit jij hier? Binnen om te stikken. Deze mooie hemel is beter dan jouw doorrookte plafond. Oh, verrukkelijk zegt dit weer. Die frisse lucht. Koelte.
De sterrenhemel, de maan. Het is jammer dat je als aristocratische dame niet buiten kunt slapen. Gewoon zo lekker onder de blote hemel. Als meisje sliep ik zomers altijd in de tuin. Is dat een nieuwe hoed? Ja. Wist jij, ik ben vandaag in een heel bijzondere stemming. Alles bevalt me. Ik laat me gewoon gaan. Zeg iets, Misha, waarom zwijg je? Zeg, ik ben naar buiten gekomen met de bedoeling dat jij wat zegt. Jij bent me er een. Wat moet ik je zeggen? Nou, iets nieuws, iets pikants, iets aangenaams. Dat is echt waar, Misha. Ik ben vandaag nog meer verliefd op je dan anders. Jij bent zo aangenaam. Helemaal geen onruststoker. Ook jij bent vandaag zo mooi. Trouwens, jij bent altijd mooi. Zijn wij vrienden, Misha? Waarschijnlijk. Vrienden. Ja, hoogstwaarschijnlijk. Ja? Ja, als dit geen vriendschap is, wat dan wel? Vrienden in alle opzichten, ja? Ik zou zelfs willen zeggen grote vrienden. Ik ben erg aan je gehecht, voel me zeer met je verbonden. Het zou veel tijd kosten als ik jou zou moeten vergeten. Oh, grote vrienden, Misha, ja? Alsjeblieft. Waarom al die vragen houden? Maar joh, vrienden. Je lijkt wel een oude vrijster. Goed. Nee, wij zijn vrienden. Maar weet, Misha, dat het tussen een man en een vrouw van vriendschap naar liefde één stapje is. Zo. Waarom zeg je dat? Die duiveltjes maken wij geen van tweeën in ons wakker, ook al roepen wij nog zo hard. Oh, liefde duiveltjes, wat een vergelijking. Zeg, je praat niet met je vrouw. Maar waarom zouden wij ze niet wakker maken, Misha? Zijn wij dan geen mens? Liefde, Misha, dat is iets moois. Oh, wat krijg jij een kleur? Nee, ik heb jou in de gaten. Wat? Ja, jij hebt of zin in grapjes, of jij bent ergens op uit. Huh? Ja? Kom. Zullen we een dansje gaan maken? Ja, laten we gaan dansen. Nee, maar Misha, jij kan helemaal niet dansen. Trouwens, ik moet ook met je praten. Ja. Neem de moeite om naar me te luisteren, ja? Ga niet filosoferen. Ja, kom, we gaan dansen, Anna. Nee, kom hier zitten, Misha. Ja, dan weet ik ineens niet meer hoe ik moet beginnen. Jij bent soms zo tactloos en leugenachtig. Zal ik maar niet liever beginnen? Nee, want als jij begint, dan draai je toch altijd om de hete brei heen. Kijk nou! Kijk nou! Nou wordt hij verlegen! Ik kan mijn ogen bijna niet geloven. Misha, jij spotvogel. Maar goed, zeg het maar. Maar hou het kort. Ik hou het heel kort. Ik wou maar één woord zeggen. Waarvoor? Op mijn erewoord, Anna, het is niet de moeite waard. Maar wacht even, je begrijpt me helemaal niet, hoor. Kijk, als jij vrij zou zijn, dan zou ik geen ogenblik nadenken. Dan was ik jouw vrouw. Maar nu... Nee, maar zwijg je nou omdat je het ermee eens bent? Misha? Onder gegeven omstandigheden is het heel onbehoorlijk dat jij zwijgt. Hadden we dit gesprek vergeten? Ja? Laten we doen alsof dit gesprek nooit heeft plaatsgevonden. Nooit? Nou ja, zeg, wat ben je toch een rare jongen.
Waarom dan niet? Omdat ik respect voor je heb. Mijn lieve vriendin. Ik ben niet afkerig van kleine beschaafde intriges, maar met jou tot voorwerp maken van mijn ijdele verlangens. Een mooie, verstandige, vrije vrouw. Nee, dat zou te ver gaan. We wandelen nog liever naar het eind van de wereld. Eén, twee maanden samenwonen en dan met het schaamrood op de kaken weer uit elkaar gaan. Wij hebben het over liefde, Micha. Heb ik jou dan niet lief? Ik heb jou lief. Ik hou van je als vrouw en als mens. Moet dan elke liefde op hetzelfde neerkomen? Mijn liefde voor jou is 1000 maal meer waard dan de liefde die jij in je hoofd hebt. Zeg, ga jij eens wat slapen? En over 1, 2 uur dan praten wij verder, zeg. Oké, laten we dit gesprek vergeten. En laten wij geen spelletje spelen met elkaar. Wij zijn onze verhoudingen beter lot verschuldigd. En bovendien ben ik, ook al is het maar een beetje, getrouwd. Ga, liefste, ga, getrouwd. Je houdt toch van mij? Waarom praat je toch steeds over je vrouw? Nou, schiet op, over 1, 2 uurtjes dan praten wij verder. Op dit moment heb jij een aanval van onoprechtheid. Ik kan niet tegen jou liegen. Als ik tegen jou zou kunnen liegen, dan was ik al lang je minnaar geweest. Ga weg. Jij bent niet boos. Jij doet maar alsof. Nou zeg. Dat is een curieus iemand. Ik weet niet wat hij zegt. Iedere liefde komt op hetzelfde neer. Het is kletspraat. Oh ja. Zoiets als de liefde van een schrijver voor een schrijfster. Een onverdraaglijke man. Ja, ik kan er wel van zitten wachten tot het laatste oordeel. Maar als het niet goedschiks gaat, dan neem ik hem met geweld. Het wordt ook tijd dat we aan deze idiote toestand van wederzijds afwachten een einde maken. Ik ben echt zat hoor. Ik neem hem. Met geweld. Anna! Nou, kom eens! Anna, ik heb behoefte aan een vriendin! Oh jee! Een vrouwenhuis! Anna, wil jij niet met mij trouwen? Nou zeg, waarom wilt u nou met mij trouwen? Het is een paradijs bij mij, alleen er is geen engel! Och, Glagolia, als ik zoveel geest en geld en rechtschapenheid bezat als u, dan zou ik naar niets ter wereld meer op zoek gaan. Dat wil ik niet gezien worden. Zeg, oh, nu moet ik echt vertellen. Ik ook.
Moet hij opnieuw? Nee, nee, deze gaan we. Gelukkig. Nou, mij ook niet zo. Check even. Ja. Oh, dat ken ik ook. Nou, het kwaad tiert welig om mij heen. Vergiftigt de aarde, verzwelgt de mensen. En ik zit daar met mijn handen in mijn schoot, als na een zware dag arbeid. En ik kijk en ik zwijg. Nog 30 jaar zal het zo doorgaan en veranderingen zie je niet, nee. Gevolg? Je wordt mollevet in kleren die je dag en nacht aan hebt. Je raakt volledig afgestompt, onverschillig tegenover alles. Behalve tegenover het vlees. En dat betekent de dood. Mijn leven is gedaan. En hoe moet je je daartegen verweren, Sofia? Je weet het niet, je zegt niks. Nee, hoe zou jij het ook moeten weten? Sorry. Ik heb geen medelijden met mezelf. Nou, de verdoemenis met mij. Maar wat is er met jou gebeurd? Waar is je gevoel voor rechtvaardigheid? Je eerlijkheid, je zuivere ziel. Waar is dat allemaal gebleven? Jarenlang doorbrengen met niets doen. Vreemde handen voor je laten werken. Je verlustigen aan andermans lijden. En dan iemand toch nog recht in de ogen durven kijken. Nou, dat is verdorven. Nee, nee, luister nou. Dus het laatste wat ik te zeggen heb. Wat heeft van jou zo'n ijdele praatjesmaakster gemaakt? Zo'n aanstellerige luiwans. Waar heb jij geleerd te liegen? Wat was je vroeger mooi, Sofia? Wat was je mooi? En misschien kan je nog veranderen. Verzamel al je krachten en ga er tegenin. Zeg nou eens eerlijk. Zeg nou eens eerlijk. Wat heeft jou ertoe gebracht om met deze man te trouwen? Wat was zo aantrekkelijk aan dit huwelijk? Hij is een goed mens. Nee, je moet geen dingen zeggen waar je zelf niet in gelooft. Oh, hij is mijn man en ik zou je willen... Hij mag weten wie hij wil, maar ik zeg de waarheid. Waarom heb je geen andere man uitgekozen? Iemand die werkt. Die leidt. Waarom heb je geen andere man genomen? Maar uitgerekend deze... Pygmee! Deze leegloper die tot zijn nek toe in de schulden zit. Zoveel van jou gehouden. Ik heb meer van jou dan van wat ook op deze wereld. Zijn handen, dat haar, het gezicht, dat had ik zo lief. Waarom maak jij jezelf op? Nou, dat moet je niet doen. Als jij iemand anders tegen het lijf was gelopen, had jij je onmiddellijk tegen dit alles verzet. Hier zak jij steeds dieper weg in het moeras. En dan had ik de moed, ik ongeluksvogel, ik zou jou en mijzelf met wortel en al uit dit moeras sleuren. Leven. Waarom leven wij niet zoals we kunnen? Doe die handen weg van je gezicht. Ja, je gaat hier toch niet weg. Laten wij vrienden zijn. Waarom zouden wij vijanden zijn? Laten wij nog wat met elkaar praten, ja? Ja. Haha! Hier zijn de hoofdpersonen. We gaan vuurwerk afsteken, nu, bij de rivier.
Sophie? Ben jij nog van gedachten veranderd? Sophie gaat niet weg. Ze blijft hier. Echt? Geweldig. Ja, Misha. Ik heb altijd vertrouwen gehad in jouw verenigingskunst. En dan nu? Vuurwerk! We zingen het oude liedje, omdat we het nieuwe nog niet kennen. Is er iets? Nee, niets. Oh nee? Nou, wat sta je er nog? Ga dan weg. Ik zou toch zo verschrikkelijk graag eens met mijn vinger over je voorhoofd willen strijken. Dat zou ik nog zo graag een keer willen doen. Ik zou zo graag willen weten waar dat nou voor gemaakt is. Niet om je beledigen of zo, maar meer voor mijn eigen gemoedsrust. Hans Worst. Als acteur zou je de favoriet zijn van het Schellinkje, maar de parterre zou je uitfluiten. Nou, ik fluit je uit. Zeer geestige opmerking. Bijna bovennatuurlijk geestig, moet ik zeggen. Gevoelsvol. Tact. Ik heb de eer te groeten en hoop je snel nog een keer te ontmoeten. Ik had graag wat meer met je gebabeld, maar helaas heb je maar reeds in mootjes gesabeld. Banale kerel. Bah. Gaan of niet gaan. Onvermijdelijke kan mij niet uit de weg gaan. Ik blijf. Dames en heren, het is nu pauze. Loop ik kwartier à 20 minuten en in tijd kunt u wat gaan drinken in het foyer. In het foyer kunt u bereiken door dezelfde weg te nemen. Als dat gekomen is.